Ik denk dat ik genomineerd ben omdat mijn teamleider me heel erg blij mee is. Zij vindt dat ik mijn werk heel erg goed doe en vooral vernieuwend bezig ben binnen de organisatie. Hoe we met de afdeling de connectie weer terug kunnen krijgen met de leidinggevende. En daarbij ze beter kunnen ondersteunen. Ik zie de rol van HR in de toekomst wel veranderen. Ik denk dat HR veel meer op strategisch gebied bezig moet zijn. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat we een voorbeeldrol gaan spelen in de organisatie. De veranderingen in de maatschappij veranderen ook door in de organisatie moet daarin mee veranderen. En als HR kunnen daar een heel belangrijk voorbeeld in zijn. Het leukste vind ik eigenlijk is dat je mensen blij maakt met het werk wat ze doen. En dat ze zich een goede balans tussen werk en privé hebben. En dat, ja, ik vind dat heel belangrijk, maar dat je het grootste gedeelte van je dag ben je op je werk. Wij zijn nu ook bezig met een digitaliseringsproces. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk, omdat het een verandertraject is. We moeten anders gaan denken, we moeten anders gaan doen. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om daar de eerste in te zijn, om die stappen te maken. Stem op mij, want ik zorg ervoor dat de leidinggevende en de medewerkers verbinding houden met de doelen van de organisatie.